je schrijft dingen over die jou zijn overkomen, maar je schrijft ook over mensen met wie jij te maken hebt gehad in jouw lange carrière, in jouw leven. Je breekt door, op een gegeven moment kon ik maar even bij je zijn. En het liedje was geschreven door John Eubank. Over wie je bijvoorbeeld in het boek details vertelt, waarvan ik denk, die is straks niet blij als hij dit boek leest. Nee, maar ja, dat is, ja. Maar dat is dan samen op de bank zitten en porno kijken en masturberen. Ja, dan doen ze veel, jongens. Ja, ik heb een beetje rond zitten vragen, maar dat is niet zo. Oh. Tenminste, vooral samen... Ik heb het echt aan iedereen zitten vragen. Samen porno kijken, ja, maar samen masturberen, nee. Oh. Ja, dan heb ik dat waarschijnlijk afgedwongen. Maar, dat schrijf je op, dan denk je van het maakt niet uit wat hij ervan vindt? Nou ja, nee, ik denk dat John oud en wijs genoeg is om dat volledig te pareren. Het is niet zo dat we aan elkaar hebben gezeten, maar dat gebeurde gewoon. Nee, je omschreef heel eerlijk dat je alleen maar stiekem naar hem zat te kijken. Ja. Dat staat er dan ook in. Je doet een boekje open over allerlei vrienden. Wat smerige details, wil je? Ik probeer door de smerigheid heen het verhaal te zoeken. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee.